Laten we hopen op een spannende wedstrijd. Op een beker kraker van je welste. En waarom ook niet? Deze twee ploegen hebben in het verleden al eens bewezen dat ze elkaar goed kunnen bestrijden in het bekertoernooi. Om gelijk maar even in de herinnering te roepen. 2012, toen was Go Ahead ook een eerste divisieclub. Speelde VVV op het hoogste niveau, werd het 4-4 in de Adelaarshorst. Zij staan al even in de regen, die van VVV, op 8 posities dus gewijzigd. Ten opzichte van de 1-1 tegen Heerenveen. Alleen Gelmi, Jansen en Roemer staan ook vandaag aan de aftrap. En Gelmi doet het zelfs op een andere positie. Van Krooi, de doelman. Zijn broertje speelt ook weer. Vito was geschorst tegen Heerenveen. Zij hebben zich toch al een paar minuutjes laten natregenen. Nu komt Go Ahead Eagles pas het veld op. Misschien een beetje psychologische oorlogsvoering. Het elftal van Go Ahead Eagles eigenlijk zoals verwacht. Geen verrassingen wat dat betreft. Bijna iedereen is weer hersteld van corona. Alleen Jay Itches ontbreekt wat dat betreft nog. Zij applaudisseren de fans van de spelers van Go Ahead Eagles. Omdat de supporters een spandoek hebben opgehangen in het uitvak. Ze kunnen natuurlijk niet aanwezig zijn bij deze wedstrijd, maar willen zich absoluut laten zien in dit geval. Laten horen is een beetje lastig. Fraai gedaan. Kuipers dwingt Roemer tot achtervolgen. De voorzet eenvoudig weg te werken. Moulenga, aardig verlengd. Rabiaar eerder bij de bal dan Swinkels. Maar eigenlijk niemand voor het doel. Ja, hier Rospas, die wordt dan blijkbaar correct van de bal gezet. Rabiaar zet voor en dan duikt uiteindelijk Ros daarop. En wordt die dan correct van de bal geleden. Nou, op zijn minst een risicootje genomen. Aan de andere kant Roemer. Gorter komt wat laat, maar hij heeft hem wel. Uitstekende doelman. Op dit natte gras, blij dat ik glij voor Jacuro Roemer. Veldmaten. Brouwers, Moulenga met de loopactie. Hij loopt eigenlijk het gat in waar Brouwers zich ook in wilde gaan begeven. Nog altijd Brouwers. Dat is toch handig gedaan. Choric gezien, alleen is de bal Moulenga goed genoeg en die raakt de paal. Formidabele dribbel van Luc Brouwers, die daarmee eigenlijk Choric voor schut zet. En ook niet zo heel slecht afgeleverd bij Jacob Moulenga. Daar ontsnapt VVV aan een achterstand. Weet Vito van Krooi iemand te vinden die een geel shirt draagt? Antwoord is nee. Hij zou het nog een keer kunnen proberen of gebruik maken van Roemer. Dat lukt. Roemer legt hem neer bij de tweede paal. Daar stond iemand nog goed op te letten. Even. Arias schiet maar een keertje op dat natte gras, zou dat zomaar nog gevaar kunnen opleveren. Voor de zekerheid Doop Gorter. Ja, wat moet je als reservespits als je ziet dat de eerste keuze er de ene na de andere inschiet. Bal gespeeld, zegt Martens. Dus neemt VVV over met Koem. Daar is bijna nog de kopkans. Maar bijna in dit geval niet helemaal. Nu de overname van Go Ahead Eagles. En dan kan het rap gaan. Snelheid. Daar speculeert het elftal van Van Wonderen een beetje op. Nog altijd Go Ahead Eagles. Eventjes kort vasthouden van Bas Kuipers. Dus de vrije trap voor Go Ahead Eagles. Maar er zijn ook zorgen. De knie van Ross. Spijtig voor Francis Owen Ross. Zoals hij op het formulier staat. Logische vervanger Bradley van Hoeven.
die juist plaats moest maken als vleugelaanvaller, of die wat minder snelheid zou hebben. Eerste tegenslag dus voor Kees van Wonderen zijn elftal. Ja, dan is het ineens lang, die weg omhoog. Van Krooi, heel veel ruimte voor Jansen. Hier is wat mogelijk voor VVV als het snel gaat. De organisatie bij Go Ahead komt nu pas weer in orde. En inmiddels heeft Bastiaan zijn drukte opgezocht. Komt hij daaruit met een geweldige uithaal, zeg. En zo leidt VVV na ruim een halve spelen. Dankzij een doelpunt van de debutant in de basis, Aaron Bastiaans. Hij lijkt toch de problemen op te zoeken door hier de as in te dribbelen. Maar met deze kapbeweging gunt hij zichzelf net een beetje ruimte dat hij nodig heeft. En dan dreunt hij hem binnen. Kan daar niets meer aan gedaan worden ook door Juliani Eersteling. Van Hoeven. Daar is Rabia voor een snel antwoord. Het antwoord is er ook van Krooi. Vanaf de aftrap ongeveer komt de Go Ahead Eagles voorwaarts. De voorzet van Hoeven, heerlijk. Als Rabiaar hem richting een hoek kopt, heeft Van Krooi geen schijn van kans. Brouwers. En Jebiel nu toch op schietafstand. Probeert te kaatsen, dat mislukt, maar Go Ahead Eagles vangt weer op. VVV in de verdrukking. Vooralsnog komen ze daar niet uit. Sterker nog, ze moeten echt serieus gaan verdedigen. En dat doen ze niet goed. Maar Go Ahead Eagles en de persoon van Rabia komt niet tot een poging op doel. Go Ahead Eagles is misschien wel de meest gevaarlijke ploeg op het veld. Beukema. Daar is Moulenga en Van Krooi moeizaam. Het is vooralsnog voldoende. Rabiaar. Nog altijd die Fransman. Beukema probeert het maar een keer. En nu heeft Van Krooi hem wat steviger in de handen. Was hij toch dichtbij, die 36-jarige Zambiaan. Balletje van Ejebiel van Hoeven. De combinatie is goed. Dan neemt Ejebiel hem niet echt lekker mee, waardoor de aanval wat vertraagt, maar zeker niet ten einde is. Want hier is Moulenga en die test van Krooi serieus. En de doelman als winnaar uit de strijd. Dit soort ballen moeten er absoluut in als de aanval door de as formidabel is. Alleen de doelman een sta in de weg is. Moulenga, de hoek is een stuk lastiger. En hij krijgt hem er dus ook niet in. Ja, wat kan hij zijn elftal verwijten, behalve het niet afmaken van de kansen? Ze creëren ze nu ook. Zijn elftal heeft het moeilijk. Van Hoeven weer voor. En daar is weer Van Krooi. En dit is buitenspel. En zo komt Go Ahead Eagles dichter en dichter bij een doelpunt. Maar is Delano van Krooi momenteel een te grote sta in de weg? Keurig gedaan door Bastiaans. Het is een wat onorthodoxe aanval, maar wel met een kopbal uiteindelijk van Arias. Dit doet hij heel listig. Met een wippertje speelt hij zichzelf vrij. En dan kopt Arias over. En Jebiel. Arias, Moshesh. Keurig tot bij Arias. De vlag gaat omhoog. Discutabel. Kiele. Hij is resoluut. Maar mijn vermoeden is toch dat Arias hier geen buitenspel staat.
Knappe controle bij Hendricks. En dan Hendricks. Zet daar Graz aan. Het had misschien niet een vrije trap moeten komen voor Go Ahead Eagles. En nu wel. Een stuk verder van het doel. Ja, en Post heeft ook al geel op zak. Is dit een overtreding? Maar net niet, denk ik. Maar Post met geel liep daar toch een risicootje. Het zal zo ongeveer de laatste gelegenheid zijn voor Go Ahead Eagles om de 1-1 te maken. Het zou absoluut niet onverdiend zijn. Maar krijgen ze wat ze toekomt. De vrije trap. En daar is Van Krooi, de beste man aan de kant van VVV. Koestert deze bal als een pasgeboren kind. Want het lijkt er eindelijk te gaan lukken. De nul houden voor VVV. De nul houden voor VVV. Meshesh. Om nog een extra duit in het zakje te doen. Het zou zomaar kunnen. Martens kijkt op zijn horloge en fluit. Voor het eerst sinds het seizoen 1995-1996 plaatst VVV Venlo zich voor de kwartfinales van het bekertoernooi. Het was moeizaam, het was pover, het was prokkelen. Maar dankzij Aaron Bastiaans bekert de eredivisionist verder.